De bloedingsziekte is in heel Nederland bij paardenkastanjes geconstateerd. Ook in Maastricht. En dat heeft grote gevolgen. Het gevolg van die bloedingsziekte, hier kun je dus precies zien dat de bacterie zijn werk heeft gedaan. Hier is dus een druk opgebouwd onder de bast. De bast is kapot gescheurd. Nou, je ziet wel hoe ver dat dit eigenlijk eraf is. Er is geen sapstroom meer mogelijk. De boom wordt onstabiel, sterft af. Nou, we hebben in totaal een kleine 1400 kastanjes in Maastricht staan. En er zijn op dit moment ongeveer 400 bomen aangetast. We moeten nu op korte termijn een kleine 400 bomen gaan kappen. Dat willen we het liefst zo snel mogelijk doen. We hebben dus geconstateerd dat er een veiligheidsprobleem is. Dat zullen de mensen niet leuk vinden, inderdaad. Dus de aantasting, de ziekte, die blijft zijn werk doen. En de komende jaren zullen we zien dat er meer aantastingen bij meer kastanjes aan de hand is. Iedereen hier in de stad die een boom wil kappen, die moet een nieuwe boom daarvoor terugplanten. Heb je een kastanjeboom in de tuin? Neem dan contact met ons op voor een gratis inspectie.